Hup, hup, roekoe, roekoe. Nou, ik ben een beetje in het jammerlijke regenachtige krimp aan de IJssel. Maar ik ga langs bij Miranda. En Miranda heeft moeite met combinaties maken. Nou ja, ik natuurlijk niet. Dus we gaan hem gewoon rocken. Koekoek. Vertel, waarom ben ik bij jou? Ja, omdat ik het toch moeilijk vind om dingen te combineren. Ik heb wel een aantal setjes hangen, maar er zijn toch heel veel losse items van hoe maak ik die winterproof. We hebben weer een setjesvrouw. Allereerst een topblouse. Het is een hele mooie wassing, het heeft een hele mooie stretch. Dit is een blouse die ik zou zo van je overkopen voor mijn klantjes, want het is gewoon een hele mooie basisstuk. Ja. Jeans is een oerproduct. Hè, een spijkerbroek of een spijkerblouse kan altijd op alles. Top, daar ga je al. Dit is toch top. Kijk, dat zie je zelf toch ook al, dat het leuk is. Ik zie hier bijvoorbeeld een trui hangen. Heb je die? Ja. Nee, ik heb hem niet vaak aan, want hij is vormloos. Ja, kijk, die sliertjes zijn wel leuk op Ibiza. De enige die weg mee komt is Patty Bart. Ja. Die komt met alle slierten weg. Doe je ogen dicht? Wat zie je dan? Niks. Niks, dat doet het voor je. Misschien moet je die eens even aandoen voor me. Is goed. Ik weet, ik ga, en dan ga ik ondertussen in mijn reservechakra. En wat doen we dan? Oh ja, lele. Ik voel me plotseling zo. Oh ja, lele. K3. Het is een K3 jurkje. Ja, natuurlijk. Met je dochter of zo. Ik ga samen met mijn dochter naar de concerten van K3. We houden het lekker aan, want ik vind dat je er wel heel vrolijk en oolijk uitziet. Dit moet je nooit doen. Nee. Waarom niet? Er zit hier elastiek, ik weet niet of je het kan zien. Maar er zit een elastiekje en je wordt er woempapa van. Ja. Weet je, en ik heb al meerdere malen gepoogd om te verkopen op Marktplaats. Nee, dat begrijp ik. Lieve mensen, trap er niet in hoor. Trap er niet in. Als je haar ziet met dit jurkje, doe het niet. Maar dit werkt zo goed bij jou. Dan wil ik even die ook nog zien als laatste. Ja, dat zal ik zeggen. Waar ik nooit aan gedacht heb. Waarom niet? Omdat ik vind het jasje dan zo netjes en zo stijf. En, oh, wat grappig. Ja. Drie kwart mouwtje maken, wat sportiever, dat splitje. Ja. Die kleur is funky bij je rokt hem, want je gaat stralen in in je gezicht. Maar we hebben nog één item. Ja. Ah. Oh, wat erg. Ja. De schaar. Ik vind dit eigenlijk een item wat er eigenlijk al verknipt uitziet. Laat het me wel weten. Je bent al aan het knippen geweest, maar hij moet uit je kast verbannen worden. Wat erg dit. Yes!